begon heel erg in mezelf te zijn. Ik was met heel veel mensen. Ik heb een hele grote, brede omgeving. Maar ik voelde me niet verbonden. En uiteindelijk leidde het verlies in vertrouwen in mensen ook toe dat ik ook sociaal eenzaam werd. Dus het liefst zo min mogelijk mensen zag. De cijfers van eenzaamheid laten zien dat 50 tot 60% van de jongeren zich eenzaam voelt. En dan voelt 15 tot 30% zich sterk eenzaam. Je luistert naar de Hey, het is oké podcast. De podcast die gaat over eenzaamheid onder jongeren. Het kwam wel naar voren dat ik vaak 's avonds me echt eenzaam voelde. Zolang ik me kan herinneren was ik altijd de enige buitenlanders, om het dan zo te zeggen. Mensen met ouders uit een ander land. Van binnen voelde ik wel die eenzaamheid, maar van buiten liet ik het ook niet echt merken. In 5 afleveringen ga ik, Rijnjan Prakke, op bezoek bij jongeren in het hele land. Om te praten over je alleen voelen en eenzaamheid. Want wanneer voel je je eigenlijk echt alleen? Wat voor effect heeft eenzaamheid op je leven? En hoe kan je die gevoelens delen met anderen? Aflevering 4. Alleen anders voelen. Op een zonnige dinsdagochtend kom ik aan op een gigantisch sportcomplex in Roosendaal. Ik heb afgesproken met Isaac, die wekelijks bokst en af en toe werkt bij de sportschool Aleco. Het sportterrein is misschien wel 15 voetbalvelden groot. Het kost me een tijdje om de juiste hal te vinden, maar dan hoor ik ineens allerlei boksgeluiden en weet ik dat ik goed zit. In een grote gymzaal met wel 20 bokszakken staat de 21-jarige Isaac te trainen. Isaac? Hey. Ja, Jan. Hey. Hoi, hoi. Hey. Dit is jouw werkplek. Ja, ik bokste hier vooral. En ik heb een tijdje achter de bar gewerkt. Het laatste half jaar heb ik jongens begeleid. Jongens met een beperking. En het was altijd heel leuk om toch een beetje wat meer inzicht te krijgen over hoe zij werken. Hoe ze, en daar weer dingen van te leren. Isaac ontdekte in zijn middelbare schooltijd de boksschool. En hij is er niet weg te slaan. Naast het fysieke aspect is het vooral ook een sociale aangelegenheid. En na enige tijd komt hij er ook te werken. Het wordt, zoals hij zelf zegt, zijn tweede huis. Je noemt het je tweede huis, waarom? Ik was er soms vaker nog dan thuis. Ja, ik leefde er. Ik sportte er, maar sporten was uiteindelijk veel meer. Het was een stukje sociale contacten. Het was een stukje ontwikkeling. Op school had Isaac het niet altijd even makkelijk. Hij voelde zich anders dan anderen en werd met regelmaat gepest. Dit zorgde ervoor dat hij zich met grote regelmaat eenzaam en onzeker voelde. Het boksen bleek een goede remedie om beide negatieve krachten te bevechten. Want boksen is natuurlijk een vechtsport waar je leert verdedigen, maar ook aanvallen. En dus wat meer zelfvertrouwen op kan bouwen. En dat heeft mij toen heel veel geholpen. En zeker ook tegen het stukje eenzaamheid, wat het heel veel last heb gehad destijds. Maar hier was je altijd samen. Hier was je niet de enige die misschien anders was dan anderen. Eenzaamheid kent meerdere vormen. En dat verschil wordt me duidelijker als ik even later in gesprek ga met wetenschapper Erik Schoenmakers. Hij doet onderzoek naar eenzaamheid onder jongeren. We maken eigenlijk altijd onderscheid tussen 2 vormen van eenzaamheid. Sociale eenzaamheid is het gemis van een breder netwerk waar je deel van uitmaakt. En emotionele eenzaamheid is het gemis van 1 bepaalde persoon. Soms meer personen, maar iemand die jou door en door kent. Echt een diepgang van relaties. En beide vormen komen vaak voor en vaak komen die ook samen voor. In het geval van Isaac gaat het om emotionele eenzaamheid die er op enig moment ook voor zorgt dat hij steeds minder mensen gaat zien. Het wordt dus ook een vorm van sociale eenzaamheid. Het begon allemaal bij een gevoel van anders zijn, dat hij op de basisschool ondervond. Ik praat erover als ik met hem aan de keukentafel zit. Ik kwam in groep 1 al niet zo goed mee. Ik kon niet zo goed blokken bouwen. Daarin was ik sociaal ook anders. En ze wisten eigenlijk niet op het openbaar onderwijs hoe ze daarmee om moesten gaan. Waardoor het dus beter leek dat ik naar het speciaal onderwijs ging. Omdat ze vonden dat ik daar beter paste. Isaac, die op mij vanaf het eerste moment bijzonder intelligent overkomt, wordt dus op jonge leeftijd naar het speciaal onderwijs gestuurd. Hij komt daar terecht tussen kinderen die intellectueel gezien veel minder aan zouden kunnen. Daarnaast loopt hij tegen een grote culturele barrière aan, die hem nog meer op afstand zet van zijn leeftijdsgenoten. Je bent geadopteerd? Ja.
In hoeverre heeft dat gevoel van eenzaamheid versterkt? Of heeft dat bijgedragen? Of heeft dat daar eigenlijk helemaal niet zoveel mee te maken? Het heeft er zeker bijgedragen, omdat ik daarin eigenlijk heel dubbel ben opgevoed. Ik lijk eigenlijk iemand van een ander land, maar ik ben eigenlijk heel Nederlands opgevoed. Dus mensen die mij niet kenden als persoon, die zagen iemand die getint was. Terwijl ik zelf eigenlijk altijd dacht dat ik blank was als een Nederlander. Dus dat voelde gewoon raar. En dat voelde al helemaal bijzonder toen ik dus in een hele multiculturele omgeving terechtkwam, waar mijn speciale basisschool stond. En opeens terechtkwam in een groep mensen met alle achtergronden, culturele achtergronden en huidskleuren en heel divers. Maar eigenlijk niemand die er zo uitzag als ik. Was dat ook wel weer anders en raar. Dus naast dat hij een groot gat ervaart tussen zijn interesses en die van de groep, is ook zijn culturele bril een andere. Zo goed en zo kwaad mogelijk probeert hij zich te spiegelen aan zijn leeftijdsgenoten, om er zoveel mogelijk opgenomen te worden in de groep. Hij mag vervolgens van het speciale onderwijs af om VMBO-basis te gaan doen. Toen voelde ik me daar helemaal op mijn plek, omdat ik altijd gewoon aan heb gepast op het niveau dat anderen mij schatten. Maar ja, dat zorgde er wel voor dat je daarna niveau 2 gaat doen en daarin toch ook wordt ingehouden. En dat merk ik nog steeds. Ik doe nu een mbo 4 opleiding. Qua theorie vervul ik me nog steeds. Het is gewoon, ik heb zoveel behoefte aan diepgaandere kennis over maatschappelijke thema's. Als eenzaamheid, als financiën, als mentale gezondheid en fysieke gezondheid. Die niet geboden wordt op school. Zijn hele schooltijd door ervaart hij een groeiende afstand tussen zijn behoefte aan theoretische kennis en het praktijkonderwijs dat hem geboden wordt. Dit zet hem voor een langere periode in een emotioneel isolement. Je bent zoveel op school en als je je niet verbonden voelt met die kinderen op school, dan ga ik me eenzaam voelen. Hoe ging je daar op dat moment mee om? Niet eigenlijk. Ik accepteerde het en ik van binnen voelde ik wel die eenzaamheid, maar van buiten liet ik het niet echt zien en liet ik het ook niet echt merken. Dus ik heb heel erg mezelf meegedeeld, gewoon geaccepteerd en gedacht van dit is hoe het is. Wat is er gebeurd waardoor je dat nu veel meer in staat bent om dat wel te kunnen? Wat heb je geleerd dan? De juiste mensen ontmoeten. Omdat je soms met de ene persoon voel je wel een connectie, voel je wel een klik, en met de ander niet. En daarin was voor mij heel erg op zoek gaan naar de mensen met dezelfde interesses, dezelfde ambitie hebben, maar ook dezelfde vraagstukken daarin. Over zichzelf, maar ook over de wereld. Dus ik denk achteraf dat ik vooral theoretischer was dan mijn omgeving en met hele andere dingen bezig was, waardoor ik eigenlijk de connectie miste. En die heb ik wel gevonden door juist het vinden van leeftijdsgenoten en mensen die net iets ouder waren, met dezelfde ambitie en dezelfde dromen. Tijdens corona valt zijn school weg, valt zijn werk weg en is sporten tijdelijk niet meer mogelijk. Maar waar het door velen ervaren wordt als een periode van isolement, wordt het voor Isaac juist zijn bevrijding. Voor het eerst voelt hij de tijd om eens buiten zijn eigen omgeving te kijken. Hij pakt letterlijk de trein en gaat op zoek naar gelijkgestemden. Je moet eigenlijk daarin op zoek naar jezelf door zoveel mogelijk andere mensen te vinden en verschillende mensen te zien. En dat heeft voor mij heel veel opgelost. Hij bezoekt politieke bijeenkomsten, debatavonden, praatgroepen over maatschappelijke thema's en vindt enorm veel nieuwe vrienden. Maar waar vond je die mensen voor het eerst? Die mensen vind ik vooral heel veel staan in de Randstad. Omdat het een stukje mentaliteit is en het is een stukje vertrouwen in het kunnen oplossen van maatschappelijke problemen. Door zijn nieuwe vrienden raakt Isaac geïnteresseerd in beleidsvraagstukken rondom maatschappelijke problemen, zoals mentale gezondheid onder jongeren. En verbaast zich meer dan eens over de leuke gesprekken waarin hij belandt. Terwijl ik achteraf altijd al die drang heb gevoeld en nooit anderen heb gevonden die datzelfde deden, totdat ik ze leeftijdsgenoten vond in de Randstad en daar meer kwam. En toen opeens één voelde met ze. En dat was voor mij eigenlijk heel veel bewustwording over wie ik was en
waarom ik me eenzaam voelde, omdat ik dat dus heel lang heb gemist. Onderdeel van de podcast is dat we elke deelnemer vragen om iemand uit zijn omgeving in vertrouwen te nemen en ze te vertellen over de gevoelens van eenzaamheid die ze ervaren. Om daarmee te laten horen dat praten over eenzaamheid echt werkt. Zijn er voor jou dingen die je moeilijk vindt aan het bespreekbaar maken van eenzaamheid met, nou ja, eigenlijk de nieuwe schare aan vrienden die je net hebt leren kennen? Daarin merk ik vooral een verschil tussen mijn omgeving dichtbij, letterlijk fysiek dichtbij, en mijn omgeving en meer mijn werkomgeving in een hele andere stad. Want ik merk dat hier in de buurt waar ik woon, Roosendaal, een stuk moeilijker is om mensen daarover te praten en dat ze daar ruimte voor hebben. En ik merk dat mensen, vooral in mijn werkomgeving rondom mentale gezondheid en het onderwijs, een stuk makkelijker is. Omdat ze daar zelf ook ervaring mee hebben en zij daarin een stuk luchtiger kijken naar het thema. Maar ook wel weer dus makkelijker kunnen luisteren. En daarom besluit ik met Isaac niet met een van zijn vrienden hierover in gesprek te gaan, maar een van de hulplijnen voor jongeren met eenzaamheidsgevoelens om advies te vragen. Op voorhand lijkt daar niet veel in te zitten over het te voeren telefoongesprek. Maar hij is toch echt behoorlijk zenuwachtig op het moment dat de telefoon overgaat. Hallo, met Alles Oké Sportlijn. Je spreekt met Dominique. Hey, met Isaac. Hey. Ik van het thema met de deur in huis. Ik ervaar soms eenzaamheid. En ik merk dat ik een laatste tijd heel veel nieuwe mensen heb leren kennen. Waarmee ik dat makkelijk kan bespreken. Uh-huh. Maar ik vraag me eigenlijk af hoe ik mensen die mij al langer kennen en die er niet zozeer dagelijks mee bezig zijn, makkelijker met hun het gesprek kan starten en kan voeren over eenzaamheid en wat dat met mij doet. Oké, dat is een hele goede vraag. En wat fijn ook om te horen dat je al wel een groep mensen hebt gevonden die waarbij je het onderwerp wel gewoon goed kan bespreken. Maar dat er toch ook nog een groep is waarbij je dat graag eigenlijk meer zou willen. Ja. Ja, dat snap ik wel. En nu, ja, je vraagt eigenlijk heel helder van hoe zou ik dat nou kunnen aanpakken om dat ook met hen op die manier toch meer te kunnen bespreken. Ja. Kan je me vertellen over de laatste keer dat je daar zo'n last van had? Dat je dat misschien graag had gewild, maar dat niet lukte. Hoe zag dat er toen uit? Ik woon nu op mezelf, maar ik kwam toen eten bij mijn ouders. Ik was net aan mijn studie begonnen en daarin merkte ik heel veel toch eenzaamheid. En die wou ik delen met mijn ouders. Uh-huh. Maar ergens voelde die drempel te hoog en voelde het te lastig om dat ook te doen. Waardoor ik het toen eigenlijk voor mezelf heb gehouden. En ze er eigenlijk heel graag iets mee zouden willen doen en mij daarin willen steunen. Maar dat gewoon niet lukt omdat ze niet weten dat het zo is. Oké. Terwijl ik eigenlijk die steun ook vanuit dichterbij heel erg nodig heb. Ja, wat houd je dan tegen daarin om dat dan te bespreken met ze? Toch een stukje schaamte en de angst ook wel dat ze eigenlijk bang zijn dat het niet goed met mij gaat. En dat ze in de hulpmodus schieten. Oh ja. Terwijl ik graag zou willen dat ze het gewoon aanhoren. En daar niet meteen in actie komen. Ja, vooral dat. En je zegt, ik heb eigenlijk de angst dat ze dus in een soort actiemodus komen. Misschien met oplossingen komen, het graag willen oplossen voor je. Terwijl je eigenlijk behoefte hebt aan een luisterend oor. Ja, ze zijn heel verzorgend, heel meelevend. Maar daardoor ben ik wel bang dat ze dat nu ook weer gaan doen. Terwijl ik nu iets heel anders nodig heb. Isaac en Dominique praten wel 40 minuten aan één stuk. En weten zo de verschillende abstracte emoties te trechteren tot concrete actiepunten. Door de juiste vragen te stellen, structureert ze Isaac zijn gedachten. En komt hij zelf tot de conclusie dat hij een appje wil sturen naar zijn ouders. Waarin hij laat weten dat hij met ze over eenzaamheid wil praten. Maar niet wil dat ze in de hulpmodus schieten. En hoe zou je dat dan kunnen doen? Is dat iets wat je gewoon nu zo random zou sturen, of als je daarover nadenkt? Ja, eigenlijk wel.
ja. Dat soort dingen. Anders ga ik het weer uitstellen en dan komt het er toch niet van. Of niet per se nu, maar dat kan ook over een uurtje. En wel proberen vandaag, zodat ik er gewoon mee aan de slag kan gaan. En het niet nog langer uitstel. Nou, dan gaat het vanavond helemaal lukken met dat appje. Daar heb ik alle vertrouwen in. Ik wens je heel veel succes en ik hoop dat er mooie dingen uit gaan komen. Ze hangen op en ik zie een voldane, opgeluchte Isaac tegenover me zitten. Hoe ging het? Ja, eigenlijk best goed. Het voelde in het begin wel spannend. Maar ik voelde al snel toch vertrouwen dat ik het gewoon kon vertellen en dat het me lukt. Om ook naar mezelf te kijken en over mezelf te hebben. En eigenlijk wel heel fijn. Ik vond het wel heel mooi hoe ze eigenlijk niet te snel antwoord geeft, maar eigenlijk gewoon vooral heel erg aan het uitvragen is en die jou eigenlijk zelf tot antwoorden laat komen ook, hè? Ja. Ja, dat was wel heel fijn. Omdat ik er dan toch het snelst achter kom wat het antwoord is. En toch wel fijn om daarin te sparren en met iemand over te hebben. Overal in Nederland zijn jongeren die zich alleen voelen. Of dat nou op school, op een feestje, de sportclub of thuis is. Maar praten over je gevoel is enorm belangrijk. Dan ontdek je dat je niet de enige bent. Dus deel net als Isaac je gevoel met iemand die je vertrouwt. Want praten lucht op. Dit was de Hey, It Is Okay podcast. Dank voor het luisteren.